Leuk om weer terug te zijn. Het is altijd jammer als zo'n seizoen ophoudt met alle leuke mensen. Dan ga je weer allemaal je eigen weg en dan ga je allemaal weer andere dingen doen. Maar dan is het heel erg leuk als je weer allemaal bij elkaar komt voor een volgend seizoen. Het is een soort paleis van herinneringen aan het worden, Woudrichem, al 3 seizoenen lang. Dus het voelt heel vertrouwd, heel prettig. Het is gek genoeg ook onze werkplek. Heel raar, maar eigenlijk is het een grote speeltuin als ik erover nadenk. Je hebt dus materiaal, je krijgt een script, daar staan de scènes in. En dan sta je hier bij het doktershuis of bij het huis van de juf. En dan ga je apenkooien eigenlijk. Dus het is een soort speeltuin. Je kan je uitleven met de teksten in deze omgeving. Dus ik associeer Woudrichem met hele fijne, leuke, gekke filmavonturen eigenlijk. Met Lisa gaat een hoop gebeuren. Daar kan ik niet al te veel over vertellen. Want dat moet je natuurlijk gewoon gaan zien. Maar er gaat iets heel belangrijks gebeuren dit seizoen. Ja, er komt straks bij heel veel promo's bij SBS komen baby's langs. Maar van wie is die baby? En waarom moet ik die baby verschonen? Oh, seizoen 3 is heel erg leuk om naar te kijken. Ik denk dat dokter Tinus, Martinus, Els Bos zelf, nog grover is, nog botter, nog vervelender. En ik denk dat het gewoon een heel vol en rijk seizoen wordt. Met heel veel verhaallijnen en heel veel twists en spannende verhaallijnen. Er komt een ex van de dokter op de proppen. Marie-Lou van Steenen speelt dat. En die komt mij het leven heel moeilijk maken. Maar vooral, die wordt de dokter van de juf. Die zwanger is. Terwijl ze mij probeert af te pakken van de juf. Het begint al goed, hè?